Welkom terug bij een nieuwe Rocket League 1v1 video. En we gaan gewoon de grind. Oh, kleine legspark. En we gaan gewoon de grind naar champ terug voortzetten. Om hem heen. Niet genoeg. Ik heb wel de boost. Hij heeft positie. Oké, fair. Hij gaat de lucht in. Een blok eromheen. Nee, hij is nog steeds in. Wauw. Oké. Slecht begin. Maar die gaan we terugpakken, want ik dacht eigenlijk dat we die wel zouden hebben. Daar heeft hij niet zoveel meer mee. Ah, wel nog. Gewoon een rijdende challenge. Oké, fair. We hebben positie. Niet al te veel boost. Hij heeft er net eentje. Wauw, dat is niet hoe ik hem had verwacht. We hadden hem één keer gefaked. Dus daarna moesten we wel echt gaan. Of hij, sorry, hij had één keer gefaked, dus daarna zou die waarschijnlijk echt gaan. Dat moest ik zeggen. Oké, ik heb tijd voor deze. Nou, oh, dit is de tweede keer dat ik dacht dat ik hem vast zou moeten kunnen hebben. Maar dat ik hem gewoon niet had. Oh goed, die gaan we gewoon wederom terugpakken. De wat ik net ook al zei, maar deze keer gaan we het zeg maar doen en niet net zoals net niet. Die is slecht. Ah, wat slecht. Come on. Die is niet in. Dat zag ik. Ah, die heeft hij nog wel. Deze gozer speelt niet slecht. Dat moet ik wel toegeven. Deze gozer die pakt best goed zijn controle. Dus daar moet ik even goed op in gaan spelen. Fake deze. Ik wist het gewoon. Oeh, wauw. Bump hem. Niet genoeg. Wauw, dan moet deze nu spawnen als ik het nog wil overleven. Spawn niet. Snel wegschieten. Come on. Ik krijg mijn positie niet. In ieder geval niet de positie die ik nodig heb. Hier heb ik tijd genoeg voor. Jazeker, want hij schiet hem. Zelfs nog mijn kant op. Ah, ik krijg geen posities, man. Die is niet in. Ik balken werkte niet lekker. Ik drukte balken, maar ik zag de bal niet. Wauw, oké. Je hoeft hem niet per se af te kijken, man. Niet nodig, dat is gemeen. Ik krijg mijn posities niet. Dat lukt me niet. Oké, fair enough. Die teruggepakt. Eentje. Nu nog drie. Nee, het zou wel moeten gaan lukken. Alleen, wat ik zeg, ik krijg mijn posities niet heel goed. En dat doet hij heel goed. Ah, oh, die is veel te zacht. Hij houdt hem zo goed bij hem daarmee. What? Gewoon hoge touch, inderdaad. Ik heb oprecht geen idee waar die is. Hij is daar, maar heeft weinig boost, maar dat is gewoon meer dan genoeg. Is hij ook in? Come on, even serieus. Wat? Ik denk die is waarschijnlijk wel backboard of net naast, maar die is gewoon precies top corner. Ik ga gewoon snel. Hij was niet close, oké? Dat is gewoon hele slechte inschattingsvermogen van mij. En dat lukt niet. Wauw, ik pak zo geen controle. Ik heb nog 2 minuten door, dus het moet wel goed komen. Maar toch. Oh, die pak ik ook niet rijdend. Daar heb ik wel geluk mee dat hij niet de goede kant op draaide. Maar ook goed. Waarom draaide hij eigenlijk weg? Ik weet niet. Oh goed, we hebben nog 2 minuten om 3 goals terug te pakken. Het zou echt wat te doen moeten zijn, maar ik moet wel echt iets meer mijn controle gaan pakken. Snel schieten, een backboard maakt hem in ieder geval ongemakkelijk. Wauw, dat hij daar nog gewoon hetgene had wat hij had, was gewoon bijzonder. Nooit dat ik die niet meer heb. Net op tijd. Alles wat hij probeert lukt hem. Dat doet hij goed.
Het voelt niet per se lucky wat hij doet of zo. Hij doet gewoon heel goed zijn ding. En ik anticipeer daar wat te slecht op. Die is... Oh, wauw. Die had hij wel kunnen challengen, denk ik. Maar ik begin wel een beetje... out of time te raken, zeg maar. Aangezien ik nog 4 goals nodig heb. En op zich moet het wel kunnen qua controle die we inmiddels een beetje aan het pakken zijn. Maar dan nog... heb ik nog maar 1 minuut nu voor 3 goals. Dus het wordt krap. Ik denk als de game echt langer had geduurd... dat we dan sowieso wel hadden gewonnen van de controle die we nu aan het pakken zijn. Wauw, die wave dash deed hij goed. Alleen, hij pincht ze hem niet. Oh. Let op, ik dacht dat hij de ground punch had. Daar ging ik voor op de blok, let maar op. Ja. Hij had hem niet meer. Oké, 4 kick-off goals, let op. Ah, no. Ik heb zijn boost. Ja, nice. Hij is op. Hoe heeft hij daar de boost voor? Ik mis die ook. Oké, dan verdien ik het ook gewoon niet. Dan verdien ik het ook gewoon niet als ik die niet meer had. Is die ook nog... Nee, die is niet in. Oké, nou, laat deze maar zitten. Hij heeft hem goed gespeeld. Ga ik niet voor jullie liegen. En ik pakte gewoon te laat de controle iedere keer. Tweede game. Laten we hopen dat we deze wel winnen. Ja, goed begin. Wauw, ik was oprecht bang om te gaan. Daardoor verpest ik hem. Ik weet niet waarom. Ja, ik weet ook niet wat deze acties zijn. Ik heb hem gered, maar dit was allemaal... ja, dom. Niet genoeg. Ik wacht deze gewoon af. Oké, fair. Oké, positie pakken. Ah, niet snel genoeg. Demo? Ja, dankjewel. Wauw. Die schoot ik nog te zacht ook. Hij heeft ook die oké getypt. Want die heb je niet als quick chat. Lol. Goed. Laten we deze game gewoon eerder de controle in de match pakken. Dan maken we het niet zo spannend voor het einde. No. Ah, wat dom. Die is niet in. Nope. Ik ga gewoon voor de... Ik sprong, maar ik reed de muur op. Daarom werkte dat niet. Ja, hij is slecht. Ik heb letterlijk mijn goal die ik maakte heb ik verpest. En die save die heb ik niet meer. Daar. Ja, mijn kick-off begint slecht. Oh, goed. Gaat gewoon volledig. Hoog schieten. Ongemakkelijk maken. Ah, die moest hoger. En wegbumpen. En schieten. Ja, nice. Die had eerder gekund. Maar we hebben hem. So, I'll take it. Goeie kick-off. Deze keer niet net zoals in het begin. Gewoon niet gaan, zeg maar. Dat was ook echt een bijzondere actie van mij. Deze keer niet. Deze keer heb ik hem gewoon. Ah, een blok is slecht. Ah, ik ga gewoon in de verdedigingspositie. Die is niet in. Oké, dat heb ik niet al te goed gecontroleerd gepakt. No, ik was niet meer supersonic. Als ik daar gewoon die supersonic kreeg van het rijden wat ik deed. Oh, wauw. Ah, ik wou een demo daar. Dead guy, bro. Dat was zo niet nodig wat hij deed.
Zo be- en hij is weg? My guy, je bent GC. Je bent letterlijk bijna GC. Op het moment ook nog. In 2v2. En doe je zoiets? Oké, goed. Op naar de derde en laatste game. Derde en laatste game. Laten we deze ook gewoon winnen. En dan klimmen we per video iets meer richting champ. Ik ga gewoon deze boost ook pakken. Is die out of boost? Oké, fine. Wat een lucky guy. Die heb ik nog. Die gaat snel genoeg naar voren, inderdaad. Oh, hij saved hem net nog op tijd. Wat doet mijn auto? Ik was bijna weer goed en hij draait gewoon opeens helemaal om. Is dit er nou zo eentje die oprecht een smurfend gaat frietsen? I love zo. Waarom zou je anders letterlijk voor dat in die positie gaan met die car design? Maar alsjeblieft niet. Over hem heen. Nice. Positie pakken. Oké. Dit is weer zo iemand met een bijzondere playstyle. Die... ja, je gewoon even moet kennen en daarna kan je er best tegen spelen. Ik had hem niet meer. No, die voelde zo hard alsof ik hem nog had. Wauw. Oké. Oh, dit is wel verdrietig. Waarom is... het zijn altijd zulke soort mensen waar ik tegen verlies. Wat echt het meest verdrietig voelt. Want het voelt zo niet alsof ze weten wat ze aan het doen zijn. Of in ieder geval niet serieus spelen. En dat irriteert me het meeste. Dat ze gewoon niet serieus willen spelen en zulke soort ballen inkrijgen. Het staat nu 4-1, terwijl... ja... zulke soort games zijn vervelend. Gewoon neem een normale car design of zo. Fake die. Om hem heen. Ah, wel veel boost verpest. Richting target. En ik ga gewoon voor een demo. Ja, nice. Werd hij spant in deze hoek? Niet. Wauw, lucky. Hoog flikken, die maakt hem moeilijk. Pins om hem heen. Wauw. Daar spant die boost weer voor hem. Om hem heen. No. Om hem heen. Om hem heen. Nice. Oké, een goaltje teruggepakt. Maar ik voel hem niet echt lekker deze game of zo. Ik voel hem niet. Maar we gaan hem toch proberen te... zulke soort dingetjes. Nu gaat hij weer voor een flippen set proberen of zo. Ah, het is zo veel te hoog. Hè. Nooit. Why? Waarom gaat hij daar? Snel schieten. Hij is niet in. Nu wel. Hij had hem letterlijk nog kunnen zeven qua snelheid. Hè? My guy, why? Nice. Oké. Teruggepakt. We hebben alle goals tot nu toe teruggepakt. Alleen ik voel me niet confident tegen zijn playstyle. Omdat hij speelt niet serieus ofzo. En daarom weet ik niet helemaal hoe ik er goed tegen moet spelen. Hier, want nu gaat hij weer dit doen. Terwijl hier precies dit. Ja. We staan voor, maar ik voel me er niet lekker bij, laat ik het zo zeggen. Nog 2 minuten te gaan.
Nog 2 minuten te gaan. Snel schieten. Lekker hoog. Die is ook weer lekker hoog. Bumpt. Maakt hem ongemakkelijk. Deze boost moet nu spannen voor mij. Boost spant niet. Ja, hij spande. Hoog. Nog een keer. Hoog. Nog een keer. Wauw, hij heeft hem. Over hem heen. Nee, ik wist het. Ik had de positie niet. En ik heb de... Ah, ik heb de boost, positie en de bal niet meer. Wauw. Bedemmel ontwijken die hij niet had. Probeerde überhaupt. Oké, fair. Demmel ontwijken. Ja, nice. Snel naar voren. Gewoon zijn boost hier pakken. Ja, nice. Demo. Geen demo. What? Oké, voor hem weg. Ik word zo niet goed van zijn playstyle. Er zit zo nul confidence in voor mij. Wauw. Ik bump hem niet meer, die is niet in, maar heeft hij hem nog? Hij heeft hem nog. Wauw! Hoe had hij... hoe deed dat daar niks? Ah, die is ook niet goed. Ah, die is wel richting, maar niet goed. Oh, kom op. Die is niet in, toch? Nope. Schiet ik die nou naast? What? Ain't no way. Kom op, wat is dat? Daar ben ik het oprecht niet mee eens. What? Hij stond daar. Hij stond letterlijk daar. Waarom stond hij daar? What? Snel flikken. Geen demo. Bleef ik hem daar. Oh, goed. Pak deze boost. Om die ontwijken. Uiteraard heeft hij dit weer. Heeft niks meer daarmee. Oké, die heb ik. Als het goed is. Deze wel. Oké, gelukkig. GG. Dat ik deze... Wauw. Deze game voelde zo raar. Hè? Dat is niet normaal. Ik heb ook helemaal geen confidence gehad in deze game. We zijn wel divisie-up, though. Ik heb zo geen confidence gehad in deze game. Puur en alleen door het feit hoe hij speelde. Dit voelde zo niet lekker. 12 schoten ook. Wederom 2 van de 3 games gewonnen. Net zoals de afgelopen 2 video's van de One Series. Zo klimmen we langzaam omhoog. Derde game voelde echt heel erg, ja, heel erg bijzonder. Maar we hebben hem uiteindelijk gepakt. Mochten jullie de video leuk hebben gevonden, doe dan even een duimpje omhoog. Gum even tot abonnee. Zou me heel erg helpen. En dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende video. Later.